beste kijkers van de Cool Legal Channel. Vandaag weer een gloednieuwe video. En vandaag natuurlijk weer een gloednieuwe Mindtopia video. En misschien hebben jullie het al gezien in mijn inventory, maar ik heb een lucky goodie bag in mijn inventory. En die gaan wij eens eventjes meteen gewoon openen. Ik ben heel benieuwd wat erin zit. Kijk, het is eigenlijk een soort van donatiespelletje, maar ook weer niet. Ik heb namelijk die goodie bag heb ik gekregen van Zeelander of zo. Tenminste, even kijken. Zie ik die naam op de tab? Volgens mij was het een Zeelander. Ik weet het niet meer 100% zeker. Maar in ieder geval, deze goodie bag heb ik vandaag gekregen. En ik had zoiets van, hey, weet je wat? Ik wacht gewoon net zo lang totdat ik vandaag ga opnemen. En dan ga ik die goodie bag openen. En jullie zijn er dus live bij van wat er in mijn goodie bag gaat zitten. Ik heb wat lekkere hamburgertjes meegenomen. En wij gaan eens eventjes kijken wat er in mijn goodie bag hier zit. Hoe werkt dat? Moet ik gewoon die goodie bag erin doen? Of even kijken. Oh, wacht. Ik hoef er alleen maar op te klikken. Ik heb Unique Gold Leggings gekregen. Ik heb Unique Fern Helmet. En een Unique Pear Pizza Leggings. En ik ben heel blij met die Gold Leggings. En dan kan ik jullie laten zien waarom. Ik heb namelijk vandaag heel toevallig van iemand de Gold Boots gekregen. Maar nu heb ik dus ook al de Gold Leggings. Hoef ik eigenlijk alleen nog maar de Gold Helmet te hebben. En dan heb ik... de Gold... Chestplate, die heb ik ook nog nodig dan. Want als ik die twee items ook nog heb, heb ik het eerste Unique setje volgens mij gewoon compleet. Ik weet het niet 100% zeker, maar volgens mij wel. Wat staat hier eigenlijk op? Hier staat Soe. Wat is dit? Adviseur, mental support, CFO, CEO. Wat is er voor iets? Slager. Ah. Nou ja, in ieder geval, wij gaan even terug naar mijn huisje. En ik ga meteen eventjes deze itempjes in mijn inventory stoppen natuurlijk. Want ik ben echt super blij dat ik deze items heb gekregen. En het kan zijn dat ik één keer ook dubbele items krijg. Binnenkort ben ik van plan om samen met iemand in totaal 20 loot crates te gaan openen. Dus dat gaat ook nog super awesome worden. Maar Unique Gold Leggings, die had ik nog niet. Zo te zien, Unique Pear, die heb ik ook nog niet. En dan gaan we naar de Unique Fern Helmet. Hadden we die wel al? Even kijken, dit is Silver Tree. En die is te donker ervoor. Hij lijkt heel veel op... dat vind ik eigenlijk wel heel erg tof. Want hij zit eigenlijk een beetje tussen... wat zou het zijn? Nou, een beetje tussen die en die in. Het is eigenlijk een beetje de helft van de belichting of zo. Zoiets denk ik het. Ik heb trouwens vandaag ook een leuk pakje aan. Ik heb vandaag mijn kerngele helm op. Mijn bronzegolden chestplate. En mijn Limius broek. En natuurlijk mijn gele sportschoenen. Waardoor ik ook wel wat sneller kan lopen. Ik wou zeggen langzaam kan lopen. Maar natuurlijk, ik kan daardoor wat sneller lopen. Ik ga heel eventjes kijken of er iets bij het pleintje te beleven is. Want het zou zomaar kunnen. Ik heb trouwens van Schapenpower vandaag weer een hele lading aan Unique kleding gekregen. Echt super thanks ervoor. Schapenpower is me flink aan het helpen om mijn verzameling een beetje compleet te krijgen. En ik ga binnenkort ook eens eventjes wat kledingwinkels langs. Om dus ook eventjes te gaan kijken van, hey, kan ik nog ergens toffe, gave stukjes vinden? Ik kreeg ook nog een aanbod om een winkel te kopen in Cosmopolitan. Maar het probleem is, het is een winkel die, even kijken, wat was het? Een winkel met toys of zo. We kunnen wel even naar Cosmopolitan toe gaan. Oh, het is ook al tegenwoordig druk in Cosmopolitan. En dan was het pleintje recht oversteken. En gewoon rechtdoor blijven lopen. En volgens mij is het dan, denk ik, deze winkel. Nee, want dit is een fietsenwinkel. Het was recht tegenover het pleintje was het. Je kwam de bus uit en dan moest je rechtdoor lopen. Het pleintje oversteken en dan kwam je erbij uit. Oh, onveilig. Brandweer. Zo. Een fikse brand geweest hier. Zo. Gaat hier lekker in de Cosmopolitan. Oh joh. Justitie ruimingdienst. Zo. Wat is hier allemaal aan de hand, joh? Wat is hier gebeurd? Even kijken, wat staat hier? Instortingsgevaar. Niet betreden. Wat is hier aan de hand? Niet betreden. Instortingsgevaar. Hier zit een of andere kelder daaronder. Kijk, als je hier zo kijkt, hè, dan zie je hier nog een speciale trap en die gaat naar onder toe, volgens mij. Dus ik weet niet wat hier zit, maar zou hier iets illegaals hebben gezeten hier in Cosmopolitan? Het zou zomaar kunnen, hoor. Ik zou niet weten, maar het rookt wel als een goeie. En zoals jullie kunnen zien, het gebouw staat dus blijkbaar op instorten. Onveilig pand.
melden bij justitie en bouwbedrijf. Zo. Oh, en die heeft hier nog zo'n mooie items hangen. Oi. Dit ga je toch niet weggooien zomaar? HR Toys. Eens even kijken, voor wie is dit? Sollicitaties zijn niet op dit moment niet welkom. Voor wie is dit plotje? Even kijken. /plot. Oh, wat? /plotinfo. Even kijken. Dit is het plotje van Schaappower. Oh, is Schaappower werkzaam met Mr. Mike? Ah. Ja, kijk, weet je, het is wel een leuk winkeltje. Daar ben ik heel eerlijk in. Alleen, ik wil eigenlijk geen toywinkel gaan starten. Ik wil iets anders gaan starten. Maar, ja, de vraag is natuurlijk van, hey, wat wil ik ooit gaan starten? Dit is trouwens ook niet een heel mooi gebouw, als ik heel eerlijk ben. Maar ja, van de andere kant, dit gebouw is wel weer in de hoogte. En dit is wel weer mooi om natuurlijk, als je in de hoogte gaat, om daar bijvoorbeeld ook mijn collectie te gaan neerzetten. Al weet ik natuurlijk dan niet helemaal zeker. Wens nu voor een kerstkraampje. Wat? Wens nu voor een kerstkraampje? Waar hebben we het allemaal over? Ja, wens nu voor een kerstkraampje. Oké. Okay. Zullen we wel een of ander kerstkraampje kunnen winnen of zo? De bus terug naar Atlanta. Nou ja, ik weet in ieder geval wel welke winkel dus Mike misschien wel wou verkopen aan mij. Maar ja, dit is wat ik zeg van... Dan zou ik het hele gebouw al moeten gaan verbouwen. Het is niet een... Ja, kijk, het is niet een slechte locatie. Dat ook niet. Mijn excuses. Maar in ieder geval... Ja, wat zou ik zeggen? Het is geen slechte locatie, maar het is ook weer geen hele goede locatie of zo. Het liefst wil ik gewoon in Atlanta. En waarom gewoon in Atlanta? Op een of andere manier, mijn speelstijl blijft altijd zo van... Op het moment dat ik voor een stad kies om te wonen, dan wil ik daar ook kunnen werken. Nu is het zo dat als ik dadelijk me in zou schrijven in een zone 2 stad of een zone 3 stad en ik zou dan ook gaan wonen in zone 3, dan vind ik het anders. Maar dan hou ik bijvoorbeeld dit huisje wel gewoon nog aan. Ja, hebben we nog post of zo? Nee, we hebben geen post, we hebben een lolly. Dat wel, zag ik heel toevallig nog in mijn inventory zitten. En een lolly is eigenlijk gewoon eten. Maar eigenlijk moet ik een etensverzamelingskist gaan maken. Voor bijvoorbeeld lollies en dat soort dingen. Maar dat moet ik nog even gaan kijken. Want mijn plan is eigenlijk om echt heel veel te gaan verzamelen. Kijk, dit setje dat heb ik nou dus aan. Daarom hangt hier op dit moment niks. Maar ja, dat is dus eigenlijk al wat ik zeg. Een beetje mijn planning. Om heel veel spullen te gaan proberen te verzamelen. Zoals jullie kunnen zien, het schiet al aardig op met de unique items. Ook al zijn er heel weinig op dit moment geenchant. Maar de enchanted edities, hier hangen er natuurlijk wel alweer een paar. Heb ik hier... Oh, ik had hier trouwens een enchanted helmpje, toch? Zag ik dat goed? Een enchanted helmpje? Ja, dan kunnen we deze even wisselen voor... die. Zou die beter staan op die, denk ik? Nou ja, toch maar voor die. En dan doen we dat helmpje even terug. En dan gaan wij heel even kijken. Iets paars. Hebben we nog iets paars? Deze is ook al gaaf. Kijk, doen we die daarop. Oh, kijk. En dan kunnen we deze hat weer mooi zo, boom, in de headcase doen. Dan hebben we nog andere enchanted items. Een enchanted broek. Ja, oké, dan kunnen we die ook weer omwisselen. Want wij hebben hier alles in de enchanted edities namelijk staan. Dat is ook de planning. Ook al heb ik nog niet alles geenchant. Maar de planning is wel om alles geenchant te gaan krijgen. Die schoenen waren... Ja, dit zijn... Nu is het echt de vraag, hè? Wat vind ik nou mooier natuurlijk? Kijk, dit heeft ook wel iets, maar dit vind ik zo blokkerig. Kijk, dit is echt zo vierkant, dit is mooier. Kijk, dit is niet zo blokkerig vierkant. Kijk, ik zal het jullie laten zien. Kijk, zie je het verschil? Ik weet niet, ik vind het echt gewoon als een blokje eruit zien en dit niet. Maar ja, in ieder geval dan kan dit mooi weer terug in de kist. En dan kunnen deze beide schoenen erbij. Mooi. Nou, is dat ook weer gefixt. Maar ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie ervan zeggen. Van, zou ik dat winkeltje van Mike en Schaappower moeten kopen? Of niet? Oké. You're busted. Ta-da-t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 a-
Okay. Oh, ik vond hem wel lachen. Hij keek me zo aan van, ziet hij me wel of ziet hij me niet? En ik keek hem aan en hij was meteen weg. Okay, ben ik zo eng? Was er zeker wel. Ik had trouwens ook een boekje gekregen van Schapauer. Die kunnen we trouwens ook wel even gaan lezen. En
Daar stond het zo in. Hier zijn de spullen die u heeft gekozen bij het donatiespel. Heel veel plezier ermee. En ik drop nog wel wat spullen die ik over heb in uw brievenbus. En anders kom ik weer een paar keer langs om alles te geven. Nou ja, in ieder geval Schaapauer, echt super thanks daarvoor. Dat je mij enorm meehelpt om mijn verzameling natuurlijk compleet te krijgen. Want ja, daar zijn we druk mee bezig. Alleen ja, het is natuurlijk ook... Ik weet, je had al aangeboden om jouw winkeltje over te kopen. Maar liefst ja, zoek ik toch iets in Atlanta. Maar het kan ook zijn als jullie daar ook allemaal zeggen van... Hey, ga voor Cosmopolitan, dat ik zoiets heb van... Ja, dat kan misschien toch wel best wel eens gaan doen. Maar ja, ik weet het niet. De vorige keer had ik wat minder ervaring in Cosmopolitan met mijn toren. En ja, omdat dan weer een bedrijf gaat starten, heb ik zoiets van... dat weet ik nog niet helemaal. Maar ja, we kunnen het natuurlijk altijd gaan kijken. We kunnen altijd gaan checken van... is het veranderd daar of is het niet veranderd? Want toen waren ze heel erg aan het hameren op mijn... Of ja, dat ik eigenlijk te inactief was. Ik moest meer uren per dag online zijn en dat soort dingen. Want ze willen actieve bedrijven, Cosmopolitan. Dat kan ik best wel begrijpen. Alleen, ik denk niet zo... van dat je dat nou echt kunt verwachten van een iemand dat je echt dag en nacht Mindopia gaat spelen. Maar dat kan natuurlijk ook aan mij liggen. In ieder geval, mijn keuze ligt niet per direct op Cosmopolitan. Ik weet trouwens ook niet of die nog dezelfde burgemeester als toen hebben en zo. Maar ja, ik denk toch dat ik lekker geduld ga zoeken voor een plotje in Atlanta. Ik ben nu aan het denken, eigenlijk moet ik hier deze kleuren pyjama's nog even compleet krijgen. Ik weet niet wat voor kleuren er allemaal zijn, maar hebben jullie pyjama's te kopen? Laat het gewoon even weten, want wie weet wil ik wel een setje van jou overkopen. Want ik vind het wel grappig, gewoon allerlei kleuren pyjama's. Het past natuurlijk ook weer heel mooi op mijn slaapkamer. En daarbij heb ik hier ook een kist met alle special items, zoals de kersttruien, dus de season items. En zo komen er nog een paar andere kisten die ik helemaal ga sorteren. Ik hoop in ieder geval dat jullie hebben genoten van deze video. Laat eens even weten van wat ik eigenlijk het best kan doen. Ofwel of niet dat plotje in Cosmopolitan gaan halen. Of dat jullie zeggen toch van... Ja, het beste kun je toch in Atlanta. Of heel misschien zelfs wel Gradle. Gradle trok me eigenlijk ook best wel aan om daar iets te gaan starten. Maar laat ik gewoon even weten wat jullie ideeën erover zijn. En dan zou ik zeggen voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot snel bij een nieuwe video hier op dit kanaal.